Vandaag ga ik Minecraft spelen als kerstman en Robin is mijn kerstelfje. Woehoe! Welkom Robin, ik heb een hele leuke uitdaging voor ons gebouwd. Hier helemaal in mijn eentje, we hebben het niet zojuist samen met z'n tweeën gebouwd. Nice. Hey, ik heb jou een blauwe kans gegeven en ik heb mij een rode kans gegeven. Jij gaat daar een kerst iets bouwen en ik ga hier ook iets bouwen wat met kerst te maken heeft. Maar wij moeten om de 3 minuten moeten wij ruilen van bouwwerk. Zonder dat we mogen zeggen wat het is. Is dat duidelijk? Ja, en dan uiteindelijk bepalen de kijkers welke het mooiste is. Ja. En die wint 10 euro. Die wint 10 euro, is goed. Oké, okay, weet je, dus als ik mooi... Ik ga 10 euro winnen. Weet je? Niet spring waar. Naar je helftje, ik spring naar mijn helftje. Yep. Ik spring naar jou. Jezus, dat val je lang. Oké, okay, Robin, we krijgen 3 minuten de tijd. Ik ga heel even nadenken over wat ik wil. Weet je, nee, ik ga gewoon improviseren. Komt helemaal goed. Jij ook, oké? Okay? Ik weet het al. Jij weet het, ik ga een timer pakken. Oké, okay, wij hebben 3 minuten de tijd. Over 3, 2, 1, terug. Oké, okay, jongens, wat gaan wij maken? We gaan eerst even met World Edit gaan wij de vloer, komt-ie, /set snow blok. Hoppakee. Dan gaan we daarop, doen wij zo. Dan doen wij hier, doen wij ook even zo. /set snow comma air. Hoppakee, kijk, dan hebben we een beetje half sneeuw, half air, weet je. Dan wil ik zo'n koekjeshuis maken, zo'n gingerbread house. Ik weet niet of jullie weten wat het is. Hier even een plaatje hoe het eruit ziet. Dat gaan we maken met mushroomblokken en orange terracotta wil ik dat maken. Dat trouwens, orange terracotta is gewoon beter. Deze blokken ga ik hiervoor gebruiken. Een gingerman house, oké. Okay, ik weet niet precies hoe het eruit ziet. Ik weet dat je volgens mij dan ook met witte zijkantjes kan gaan werken. Dus als ik nou zo doe, zo. Zo, hoppakee. En dan hier ook zo. Dat zijn de zijkantjes, de hoekjes. Ja, jongens, welkom. Ik heb de vloer even een sneeuw gemaakt. En wat wil ik gaan doen? Ik wil zo'n snow globe gaan maken. Weet je wel, zo'n kerstbal dat als je daar schudt, dat hij dan, dat. Dat lijkt me leuk, maar dan moeten we het even zo doen. En dan denk ik dat hij dan nu alweer zo gaat. Zo, kijk, daar hebben we een hele grote snow globe. En dan doen we die ook... Je moet natuurlijk snel bouwen. En ik wil dat Maxwell het een beetje door heeft wat het is. Want dat lijkt me wel leuk. Want dan win ik natuurlijk die 10 euro. Want we willen hem nu zo mooi mogelijk maken. Nou moeten we eigenlijk even 1 randje naar binnen. En dan vullen we dit met een sneeuwblok. Want we mochten World Edit gebruiken, zei Max. Zo. En dan plaatsen we ook vast een glazen randje. Want dan heeft hij tenminste echt door wat het wordt. Dan nu gaan we de binnenkant gebruiken. We deze blokken. Zo. Hoppakee. Doen we trouwens wel nog even het huis. Het dakje is natuurlijk... Het heeft een puntdakje. Weet je? Zo'n ding. Maar dat moet ik gemengd doen met wol. En met... Of met oranje wol en met roze. Of roze. Wat zeg je nou? Oranje wol. Door de tijd, jongens, kan ik niet meer normaal praten. Praten wordt moeilijk omdat ik in tijdsnood kom. Dus als we hier dan nou ook gewoon zo doen. Dan dit weer opvullen met dit. Dan gaan we alleen nog even mooie raampjes erin maken. Zo. Oh, dat kan natuurlijk niet. Oh jee. Oh jee. Zo doen we dan. Die vervangen we hiervoor. Hier ook ramen. Doen we er glas in. Hoppakee. Hier ook glas in. Hoe lang heb ik nog? 40 seconden. Wat gaan we nog meer doen? Oké, okay, ik heb het toch even opgezocht. En blijkbaar zit er hier ook altijd een raampje bij een gingerbread house. Dus dan doen we zo. Ja, dan maken we meteen een beetje 3D. Of in ieder geval meer diepte erin. En dan mag Max hem gewoon omhoog brengen. Oké, okay, nee, ik doe hem een klein beetje omhoog. Hoppakee, hier hoort ook een raampje te zitten. Ik denk dat Robin wel duidelijk zou kunnen zien wat het is. Al ziet het er niet heel mooi uit, zou hij wel moeten weten wat het is, weet je? Dat is het mooie eraan. Hier doen we nog even slap zo, want dus die randjes zitten er ook altijd op. Er zitten altijd hele mooie dakrandjes op. Oh, wacht, dat kunnen we beter trouwens met sneeuw doen. Oeh, dat kunnen we beter met sneeuw doen, dit. Snow. Hoppakee, kijk, hoe lang hebben we nog? 6 seconden! Oh, mijn god, de tijd zit erop! De tijd zit erop, jongens, en ik ben veel minder ver gekomen dan dat ik wilde. Maar dat maakt niet uit. Robin weet precies wat het gaat zijn. Robin? Was dat het? Het is tijd! Shit, nee. Het is okay. Tijd, jawel. En ik heb maar... ook veel minder kunnen bouwen dan dat ik dacht dat ik ging bouwen. Oké, okay, nou, ik ben erg tevreden, moet ik zeggen. Ja? Ja, ik serieus. Ook wel, want je kan duidelijk zien wat het is. Ik heb echt last minute nog een plaatje opgezocht om een beetje vergelijking te zoeken. Ja. Maar enigszins kan je zien wat het is. We gaan gelijk, ik zet de timer klaar. 3, 2, 1, ruilen van plek. Tijd is begonnen. Huh? Wat is dit nou weer? Wat is dit? Ik weet toch niet wat dit is, jongens. Gaat dit een... Wat is dit? Huh? Kijk, het ding is, jongens, we hebben nu 3 minuten de tijd om verder te bouwen aan Robin zijn beeld. Alleen, ik weet niet wat het is en hij mag niet zeggen wat dit is. Hij zegt dat hij tevreden is, maar... Huh? Een lantaarn? Gaat het een lantaarn zijn of zo? Een kerstlantaarn? Ik weet het niet. Ik ga er een lantaarn van maken, jongens. Ik kan gewoon niet zien wat het is. Oh, het was zo'n sneeuwbolletje, lama.
Het moest een bolletje voorstellen, jongens. Zo waar je in kan schudden, dan gaat het sneeuw alle kanten op. Dus ik moet er even een rondje van maken. Oh, ik heb het helemaal verpest. Dit noemen we een gingerbread house, denk ik. Als ik dan dit zo zie, dan vind ik eigenlijk meteen dat er zo'n trappetje onder moet. En dan kan die kant zo meteen naar achter worden gedaan. Maar ik vind wel dat Max wel aardig taai is of zo. Ja, ik vind dit nou niet... Kijk, Max heeft, ik zie het al, heel erg veel besteed aan de grond. En dat heb ik niet gedaan. Dat wilde ik niet doen, want dat ziet er niet uit. Dat zie je ook maar weer. Maar dat weet je, ook Max mag er zijn. En ja, mag er zijn. Bedankt, Max. Hoe lang hebben we nog? Ik snap het niet. Iets meer dan een minuut. Een minuut en 10 seconden. Oké, wacht. Er klopt even niks van. Zo, hoppakee. Is dit goed genoeg? Is dit een mooi genoeg rondje? Ja, ja zeker. Dan gaan we er nu overal sneeuwvlokjes inbrengen. Hoe gaan we dat doen? Niet met ijs, maar met white paints. White paints. Kijk, zie, dit is het sneeuw wat rondvliegt. Weet je dit? Zo, hoppakee. Er is net ingeschud, dus er vliegt overal sneeuw. Heel duidelijk, weet je, zoals dit een beetje. Dan nog de lucht in. Hoppakee. Zo. Zo, zo, zo. Ja, ik denk dat ik wel door heb wat Robin aan het bouwen was. Ik hoop dat ik het goed heb, jongens. Ik kan het ook nog compleet fout hebben. Dat het echt heel wat anders zou moeten zijn. Maar ik ga niet het interieur doen. Dat mag Robin zelf doen, weet je. Ik wil niet alles voor hem doen. Ik ga wel even vast wat sneeuw bouwen in de omgeving, weet je. Gewoon zo. Gewoon wat sneeuw toevoegen, want ik heb nog 9 seconden. Oh mijn god, dat meen je. Nog maar 9 seconden. Oh mijn god, de tijd zit erop. De tijd zit er alweer op, jongens. Oh mijn god, oké. Okay. Ik kan al bijna niet praten, jongens. Omdat ik het zo spannend vind. Robin, de tijd zit erop. Ik schrok ervan, Max. Van wat? Ja, jouw stem. Oh, de tijd zit erop. Is die van jou af? Nee. Hè? Nee. Die van mij ook nog niet. Weet je, we gaan nog 1 keer doen we een switch. En dan kijken we of het kloppend is, oké? Okay? Oké, okay, dan doen we dat. Hoe lang doen we? 2 minuutjes in plaats van 3. Oké? Okay? 2 minuutjes maar? 2 minuutjes, ja. 3, 2, 1, start. Timer is gestart. Oké. Zo, de timer. Wat heeft hij gedaan? Wat heb je, Robin? Dit is by far niet wat ik wil, hoe ik het wilde. Maar ik accepteer het feit dat je je best hebt gedaan, weet je. Kijk, we gaan hem een beetje iets meer een 3D layer geven. Zoals dit. Hoppakee. Zelfde aan de achterkant. Geef hem iets meer een 3D layer. Hij heeft al een raar dak erop gezet, moet ik zeggen. Het is een ander dak dan dat ik zou kiezen om hierop te bouwen. Maar hè, we mogen niet judgen. We mogen niet judgen. Kijk, jongens, dat is leuk, want Max heeft nu dit gedaan. Dan gaan wij hem inrichten. Kijk, zo doen we dan. En dan doen we zo. En dan bouwen we hier een heel klein huisje. Of ook zo'n mini iglootje. En dan is dit het iglootje. Kijk, een mini boompje. Pakken we een paar buttentjes als... ja, weet ik eigenlijk niet. Als steentjes of zo. Glas. Zo hebben we erin gebouwd. Aan de andere kant moet ook nog even glas geplaatst worden. Zo, en aan de achterkant bouwen we helemaal dicht. Zo. We hebben nog maar iets minder dan een minuut, jongens. We moeten opschieten. Iets minder dan een minuut. Achterkant ga ik niet veel tijd aan besteden. Zo. Hoppakee. Oh, Robin, wat heb je gedaan met het huis? Wat heb je gedaan? Ik weet dat je je best hebt gedaan, maar... Oh, my days. Er moeten nog een beetje kerstkleurtjes op komen. Dus als we dit helemaal weghalen, dit dakje zo... Gaan we daar een beetje groen-rood om de beurt doen. Dus rood, zo. En dan groen, rood, groen, rood, groen, rood, groen, rood, groen. Oké, dan hebben we white wool. Gaan we... De tijd is voorbij. Kijk, en dan hebben we hem hier zo gemaakt. Ja. En dan gaan we hem een beetje aankleden. Nog. Met mooie knopjes aan de zijkant. Zo. De tijd is op. Robin, de tijd is al op. We zijn alweer voorbij. Niet nu al. Ja, de tijd is al om en ik heb nog veel minder kunnen doen. Oh, man. Nog 1 laatste switch? Kan. Ja? Oké, nog 1 laatste switch van 1 minuut. Oké, nou, het is niet nodig voor mij, maar succes. Nou, let's go. Joe. Oké, jongens. Oh mijn god, nou, ja, hij is eigenlijk wat moet ik hier nou weer mee? Ja, wat moet ik hier nou mee doen? Wat moet ik hier nou mee doen, jongens? Zit hij zo goed als af? Laten we er maar een sign op zetten dan gewoon zo. Eigendom van Max. Max, zo. We hebben hem geclaimd, jongens. Hij is van mijn eigendom van Max. Meer ga ik ook gewoon niet doen. We gaan nu lekker gewoon zo zitten. En wacht tot de tijd voorbij is. Ja, jongens, wat is dit nou weer? Weet je wat ik ga doen? Ik ga hier gewoon wat boompjes omheen zetten. En dan vind ik het goed. Dan voelt het in ieder geval niet zo leeg. 5, 4, 3, 2, 1. Hoppakee, de tijd is voorbij. Robin, de tijd is voorbij. Hoe kan dat nou? De tijd is net begonnen. Een minuutje. Oh, zeg dat dan. Dat zei ik. Oké. Laten we eerst even naar die van jou gaan. Kom maar hierheen. Oké, ik kom eraan. En... Boom! Oké. Het enige wat ik heb aangepast is ik heb mijn eigen dom gemaakt. Ja, omdat je hem zo mooi vindt, hè? Je vindt hem leuk.
Ik wist aan het begin niet wat het was, dus ik wilde er bijna een grote lantaarn van maken. En toen ik bezig was, besefte ik, het is zo'n sneeuwbal dingetje wat je moet schudden. Hoe heet het ook alweer? Ja, gewoon een snowglobe. Ik wist ook niet. Een snowglobe, ja. De naam was ik vergeten, maar... De Nederlandse naam weet ik ook niet meer. Ik heb hem goed opgevat. Dus klopt dat het een snowglobe is? Jazeker, ja zeker. Ah, en dan die van mij. Wat denk jij dat het was? Oh, je hebt wat boompjes toegevoegd. Ja. Ja, zo'n gingerbread huis. Ja, goed zo! Ja, toch? Inderdaad, ja. Yes! Alleen, het dak was echt een beetje teleurstellend, moet ik zeggen. Wat je erop had gezet. Ja, ik wilde een rood dak erop maken. En ik dacht, dit paars. Komt... Ja, maar ik dacht, dit komt het meest in de met rood. Waarom gebruikt het niet gewoon vol of zo? Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Ja, nou, welke vinden we mooier? Uiteindelijk denk ik dat de sneeuwgloop leuker is. Maar dat komt vooral door mij, denk ik. Omdat ik gewoon snapte wat je aan het maken was. Ja, nee, ja, dat klopt. Ik denk het toch wel, hè, als ik het zo zie. Of... Ik zei nog in de video van, ik maak hem juist extra alvast mooi. Ik had je ook alleen de onderkant kunnen geven en dan zonder het glas. Maar dat heb ik expres niet gedaan, zodat jij gewoon wist wat je wilde bouwen. Zodat ik uiteindelijk een heel mooi bouwwerk kreeg. Ja, ik had het al helemaal duidelijk, niet voor mij. Helemaal niet. Helemaal wel. Weet je, de kijkers mogen beslissen. Welke vinden jullie leuker, jongens? De snow globe of de gingerbread house? Even het dak weg, denk ik, die heeft Robin gebouwd. Welke is leuk? We doen blauw of rood? Kies nu ronde 1 is blauw of rood, want en dan je reden in de reacties. Dan gaan wij door naar ronde 2. Robin, ja. Ben je klaar voor ronde 2? Nog niet helemaal eigenlijk, maar weet je, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Ik heb alles weggehaald hier. Ik ga wat leuks bouwen. Jij gaat ook wat leuks bouwen. We geven elkaar weer 3 minuten de tijd en dan wisselen we van kant, oké? Ja, dat vind ik een hele goeie. Dan springen we weer naar ons kantje. Nee, deze knap je het wel gehaald. Oké, nou, dan gaan we de timer zetten in 3, 2, 1. Boom. Doei. Doei. Oké, jongens, laten wij ik gaan maken. Dat is een goede zin. Even gelijk alle blokken pakken eerst. Trouwens, dat gebruiken we, gaan we concrete voor gebruiken. Concrete. Ik heb hier rechts heb ik een poppetje voor me staan. Die ik wil bouwen. Alleen ja, ik moet het in Minecraft bouwen. En dat is natuurlijk altijd wel een dingetje. Ik wil, komt hier zo'n nutcracker bouwen. Zo'n nutcracker guy moet ik dan bouwen. Dus laten we eerst de voetjes even bouwen, zoals dit. Jemig, ja. Jongens, ik doe ook maar wat, hè. Trapdoor. Gaan we hier zo voor ze. Het einde bij zijn sokjes zo gebruiken, denk ik. Zoals dit. Hoppakee. Zo. Ik weet niet of dit heel mooi is, maar we doen het maar gewoon. We doen het maar gewoon op deze manier. Zo. Hoppakee. Dan doen we hem nog. Ja, eentje langer, denk ik. Hij heeft echt lange benen, zo'n nutcracker, man. Jemig. En dan nu doen we het lichaampje. Jongens, wat ik wil gaan doen. Ik wil een notenkraker maken. En hoe wil ik dat gaan doen? Ik wil beginnen hier met de schoenen. Ik doe met concrete powder, omdat ik zo meteen ook wat anders wil gaan doen. En ik wil hem niet heel groot maken, want dat is dan weer wel onduidelijk voor Max. En Max, die is al niet de slimste. Ja, dus dat moeten we gewoon niet doen, weet je wel. Maar ik ben heel benieuwd of Max dit gaat snappen. Heel erg benieuwd naar. Dan moeten we ook even zijn handen maken. Dat is dan op zo'n manier. En dan is dit ook zijn jas. En ik denk dat hij het niet door gaat hebben wat het is. Maar we gaan het zien. Zo niet, ja, dan niet. Ik zie het ook nog wel gebeuren dat we hetzelfde hebben. Dat zou ik ook wel grappig vinden op zich. En ik wil niet te veel doen voor Robin. Want hij moet het zelf natuurlijk ook een beetje doen. Dus ik ga denk ik dat ik het hierop hou, op dit. En dan, kijk... Ik hoop dat niet dat hij denkt dat het de kerstman is. Maar dan ga ik nu een nootje maken op de grond. De rest mag hij namelijk doen, weet je. Ik wil wel een beetje eerlijkheid hebben. Hier, dit wordt een nootje zo. Zo. En dan ligt hier een schilletje van een nootje. Die ligt hier zo. Kijk, hij heeft een nootje in tweeën gekraakt, zie je? Hier is de ene helft van het nootje. Hier is de andere helft. Er liggen een paar kruimeltjes hier. Die liggen verspreid. Dan doen we nog brown wool doen we. Of brown wool carpet, zo. Hierin ligt namelijk, komt-ie, alleen maar van dit, zo. Het is een notenkraak. Dit is al duidelijk dat er een nootje gekraakt is hier op de grond, toch? Dan gaan we even nog sneeuw doen. Oeh, ik heb nog 40 seconden, jongens. 40 seconden. Hoppakee, dan hebben we zo. Hebben we alsnog weer zo'n mooi vloertje. Dan bonk, zo. Nou, dit is toch mooi, jongens. Dit is toch mooi. Ja, hier kan ik alleen niet echt heel mooi zo. Dan doen we het op deze manier, weet je. Dit moet hij duidelijk zien als een notenkraak. Er ligt een hele grote noot op de grond die gekraakt is. De benen liggen er al. Ik ben benieuwd hoe je het lichaampje af gaat maken of hem dat gaat lukken. Maar dat is aan hem, niet aan mij, want de tijd zit erop. Maar dat hoofd, dat wil ik aan Max overlaten. Ja, dat ga ik doen. Aan zijn hoofd ga ik aan Max overlaten, want dan ben ik heel benieuwd wat hij daarvan maakt. Kijken, ja, het ziet er nu alleen een beetje gek uit. Robin, de tijd zit erop. Oh jee. En ik ben zo benieuwd of jij kent... Ja, ik heb echt mijn best gedaan deze ja, ding. Ja, ik ook. Ik heb bewust nog niet verder gebouwd. Oh, ik ook. Zodat jij moet gaan raden. Oh okay? Nee, ik heb net gezegd tegen de mensen... Ja. Ik ben bang dat we hetzelfde hebben. Ik zie het gebeuren. Okay, wacht, weet je? 3 minuten de tijd. Gaan in over 3, 2, 1. Start. Go, go, go. Wisselen, wisselen. Oh mijn god. Dit is ook een noten.
kraker. Maar hij heeft veel, maar dan ook echt veel meer zijn best gedaan. Als in, ik heb echt gewoon in een slanke, zo min mogelijk detail en zo. En die Robin, die heeft gewoon echt als zijn best gedaan. Oh mijn god, hij heeft ook een notenkraker. Ik wist het. Ja, mensen, volgens mij is dit hetzelfde. Volgens mij. Kijk, dit zijn de schoenen. Dit is de broek. En dit is dan ook weer het vestje. Maar deze gaat natuurlijk veel hoger dan... Zo, mensen, ik heb er even een hoger ding van gemaakt. Dan gaan we verder met deze. We gaan dat doen. En hoe gaan we dat doen? Dan gaan we dat hetzelfde een beetje doen als wat wij net zelf hebben gebouwd. Gaan we zelf de kleuren ook pakken. En dit keer maken we hem wel iets anders. Dan is dit zijn jasje. Dus de buitenkant van zijn jasje. En dan is dit weer die gouden accenten. En dan zie je dat dat zo doorloopt in een soort van riem misschien wel. Ja, dat is leuk. En dan is het dus zo. En dan de concrete powder, want dat vind ik een mooier detail voor het jasje. Kijk, dan is dat een beetje zijn opening van zijn jas op deze manier. Ja. Dit is mooi, dit is leuk. Gaan we zijn gezichtje even maken? Nou, zijn gezichtje maken we gewoon vierkant. Oogje. Nee, dat is nou nu verpest ik het. Laten we eens zijn mondje doen. Dit is zijn mondje. Zo, dat is zijn mond. Dat zijn ogen komen hier. Kijk, het ziet er op zich al goed uit. Ja. En dan nu moet hij iets hoger hoofd hebben. Zoals dit. En dan, last but not least, komt zijn hoge hoed. Dat doen we weer met zwart. Hoe lang hebben we nog? We hebben niet heel lang. Hier, dan komt hier zijn hoedje weer zo op. Zo. En die is in dit geval... Die is altijd zwart met een geel randje, zie ik nu. Kijk eens aan. Kijk eens aan, jongens. Een prachtig hoog hoedje. Hij is zo hoedjes veel te hoog. Oh, dat ga ik bewust houden. Hij moet ook nog oortjes hebben, vind ik. Ik vind dat hij oortjes nodig heeft. Oh, wat ziet dit er geweldig uit, jongens. Wat ziet dit... En het is ook gewoon weer een notenkraker. Het is niet te geloven, toch? Dus hij heeft ook nog haar hier. Misschien dat ik even zo moet doen. Zo, even kijken. Hoe lang heb ik nog? 16 seconden. Is dit een fout die ik graag maak? Want hij is niet kaal. Dus hij is normaal niet kaal. Maar ik vind hem kaal vind ik wel echt grappiger. Dus laat hem toch kaal maken. Ik vind hem kaal vind ik hem echt een stuk grappiger. Zo, pas op zijn oortje op deze manier. Ik vind hem zo eigenlijk wel leuk. De tijd zit er toch op, jongens. Zo. En dan wil ik ook zijn armen wel gaan maken op zich. En die hebben dan wel weer dat andere kleur rood. En dan denk ik dat zometeen de tijd er alweer op zit. Of dat is een kerstman. Kan natuurlijk ook een kerstman zijn, mensen. Willen we hier gewoon een kerstman van maken? Robin, de tijd zit erop. Oh jee. Maar hoe krijgen we het voor elkaar dat hetzelfde maken? Oh, wel hè? Oh nee. Heb jij... Oh nee. Nou, ik heb net heel even snel een gedachte gehad van... Hé, is dit niet wat anders? Maar ik ben toch doorgegaan. Oh, je bent toch doorgegaan. Oké, nou, dan... die van jou is eigenlijk klaar. Nu al? Ja, je kan nog omgevingen zo doen. Dus laten we nog... Hoe lang heb ik denk je nog nodig? 2 minuten nu doen. 2 minuutjes en dan is het klaar, oké? Ja hoor. Okay, ik ben wel benieuwd wat je nu van deze vindt. 3, 2, 1. Timer is gestart. Let's go. Oh mijn god, wat is hij lang? Ik mag weer een hoofd maken. Dat heb ik letterlijk net ook al gedaan. Nou, laten we dan precies hetzelfde hoofd maken, maar dan net wat anders. We hebben geel nodig, we hebben wit nodig. En that's it. Hier, dan gaan we de ogen eerst. Is het mondje maken, zoals dit. Dan oogje. Nee, deze moet echt nog een langer hoofd hebben. Ik vind die... Ze moet echt extreem lang hoofd hebben. Zeker deze. En dan white. White. Zo. Nee, deze moet nog een langer hoofd hebben. Dus eigenlijk moet deze zulke ogen hebben. Wacht. En dan hier zo. Dit. Dit. En dan helemaal rondom zo. En dan dit ook rondom. Zo. En dan gaan we een zwart hoedje geven weer. Hij moet een perfect zwart hoedje hebben. Dan zo. Zo. Hoppakee. Op deze manier. En dan sluiten we hem af met een stipstreepje hier zo. Deze ook. Die manier. Dan hier en dan nog een red stipje in het midden. Een red concrete stipje hier zo. Hoppakee, in het midden. Daar klopt er gereed van. Nu klopt hij weer. Ja, op deze manier. Oh mijn god, wat is deze grappig. Nu moet hij nog een baardje hebben. Deze gaan we gewoon, even kijken, zo een sikje geven, zoals dit. Zo, deze heeft een sikje. En dat sikje loopt door... Oh, wat doe ik allemaal? Zo loopt het sikje door. Dit is een baardje, zoals dit, zie je. Oh, de tijd zit erop. Ik had nog zoveel meer gepland voor hem. Wat een mooie hoed. Wat een mooie. Wat is dit? Dat is leuk. Alleen ik wil dat hij nog haar heeft. Even kijken. Ik wil dat hij nog haar aan de zijkant van zijn hoofd heeft. Zo. En dan doen we voor het typische effect van die echt zulke dingen. Ja, dan vind ik het wel mooi, jongens. Ik vind het helemaal prima eigenlijk. Maar de tijd zit erop. Oh, de tijd zit erop. De tijd zit erop. Oh, wat is dit grappig geworden. Wat vind ik dit grappig. Oké, zullen we gewoon de wand weghalen?
Ja, laat de muur maar gewoon, haal de muur maar weg. Ik had hem ook hoger gemaakt, zag je ja, dat? Ja, dat was ook wel nodig, joh. Voor deze. Ja, oké, okay, daar komt hij. Wacht, ik wil één dingetje, dan is hij gewoon echt leuker. Dan is hij echt leuker. Zo, dit moest nog Ik vlieg ernaast, jij vliegt ernaast. Okay, komt hij. 3, 2, 1. Boom. Oh. Wat is hij van jou samurai geworden? Ik heb hem een dikke snor gegeven. Dat heb je allemaal gedaan. Oh, wat is dit voor derpy face? Mooi, hè? Ja. Oh, die van jou is een hele samurai geworden. Eigenlijk had ik hem nog even zo moeten doen, Lucia. Ja, maar en dit, hè? Dit is echt dat typische dat? Notenkraker mondje. Maar nu zie je zijn mondje niet, zo. Ja, nou, ook goed dan. Gast, wat is dit? Dit kon een duo zijn of zo in een cartoon, weet je? Ja, deze ja, zo dikke en een dunne, zo'n hele lange en... dunne, lange en een kleine, inderdaad. Gast, hoe heet die voor jou? Hij moet sowieso L Nutcracker of zo, iets met L ervoor. El Cracker. El Cracker is dit. Kijk, een snor. En die van mij? Lange noot. Lange noot, dit is gewoon lange noot. Lange noot en El Cracker. Ik vind ze leuk. De kijkers, jullie mogen weer een favoriet kiezen. Kies jullie voor El Cracker of voor Lange Noot? Wie is de winnaar, Robin? Wie denk jij dat voor mensen voor gaan kiezen? Ja. Voor El Cracker of voor Lange Noot? Ik denk dat het een 50-50 wordt. Ik denk dat het ook bij deze echt een 50-50 wordt. Wie ze leuker vindt. Ik vind Lange Noot gewoon heel grappig. Puur omdat je dat lichaam... Ik had die benen lang gemaakt, maar ik had niet verwacht dat die zo lang zou worden. Ja, wat moest ik dan? Een heel klein lichaampje geven? Dat weet ik niet, maar ik vind het gewoon grappig. En elke... Ik weet het niet, ik vind ze allebei van. Ik kan eigenlijk kiezen nu ik het zo zie. Ik vind het echt heel grappig. En dan nu dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Robin? Ja? Zeg eens iets. You. Dankjewel. Vergeet zeker niet te liken, te abonneren en kijk lekker deze video. Ik weet niet welke video ik nu aan jullie laat zien, maar dat is een hele leuke video om gewoon eventjes te kijken. Even te waarderen. Ook gewoon te liken en te abonneren. En nu spreek ik laatst glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo! Joe!